te krijgen, ja. Ik vind dat eigenlijk heel triest. Want ik heb echt eigenlijk helemaal niks gedaan behalve op Teamspeak lopen kloten. Hey kijkers van Dus David Games. Ik dacht ik ga even een serie overnemen van iemand die de afgelopen tijd op DDG is geweest. Namelijk te veel gevraagd. Het zijn de trollers van YouTube, zeggen ze tenminste zelf. Ze hebben natuurlijk een paar video's mogen maken op DDG. En een daarvan was het trollen met Rachtanados. Ik heb ze er nog in gegeven. Ze mochten in Kid PvP lekker kutten. Lekker met Game Mode Creative aan en zo. Mensen over de zeik nemen. Video was super goed gelukt. Ik ben alleen wel benieuwd. Als ik nou Dion bel. En dus, nou, zeg maar, de video's staan nog niet eens online nu op dit moment. En ik ga ze even zeggen dat ik er helemaal niet tevreden over ben. Dat mensen liepen te zeuren en dat ik het gewoon kut vond. Zou hij in mijn troll trappen? Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem even bellen op Skype. Wacht even, David. Ik start eventjes mijn PC op. Oké. Okay. Denk op wat een tering herrie, man. Ja, daarom. Tot zo. Ja. Nou, dat begint goed. Ik heb hem wakker gebeld, want ik bel om 11 uur 's avonds. Hij moet waarschijnlijk slapen. Echte trollers trollen alleen overdag. Ik bel met Dion, voor alle duidelijkheid. Want te veel gevraagd. Ik weet niet of dat de leider is, maar dat maakt niet uit. Ik moet gewoon één van die gasten hebben. Ik ben zo benieuwd naar zijn reactie. Ook vooral of hij erin trapt of niet. Of dat hij excuses gaat maken. Hij belt. Yo. Ah, dat is beter. Ook beter te verstaan. Jezus, wat een herrie was dat, man. Ja, ik nam even op mijn mobiel, want ik zag dat je belde. Ja, sorry. Ik hele dag druk. Ik had hier bezoek en moest allemaal dingen van de server fixen en dergelijke. Dus ja, was, ja. Nee, even, is goed, man. Even drama. Maar daar wil ik het ook even kort over hebben, over de server. Ik kreeg allemaal klachten binnen van wat mods. Okay. En dat wil ik even bij je neerleggen. Het gaat over die Thanatos-troll natuurlijk op DDG. Oh ja? Ik heb zelf ook even op Teamspeak gezeten. En ik heb even met een aantal mensen erover gepraat. Eerst mods en toen spelers. Het heeft uiteindelijk best wel een beetje een slecht imago opgeleverd binnen Kid PvP. Die mensen die jij dan gesproken had, zeg maar, in die video niet. Maar het was een beetje slecht gevallen, denk ik, of zo? Best wel een aantal mensen? Tijdens de troll... Nou, natuurlijk, sommige mensen konden niet hebben dat... Ik kan het wel uitleggen, hoor. Het is niet eens zozeer tijdens die troll, volgens mij. Ik heb nu dus de dingen die ik moest oplossen. Dat waren bloks die misten op de map. Nou, je hebt natuurlijk in creative rondgelopen, dus dat kan misschien geweest zijn. Ik kon niks lopen. Hey, dat heb ik wel gezien. Nou, dan weet ik niet wie dat dan gedaan heeft. Maar dat hoorde ik van twee mods, dat de dingen misten. Misschien dat het chunk-updates waren of iets dergelijks. En de spelers juist, dat was dan meer een mening en niet zozeer een feit als in blokken die missen. Die hebben het, hadden het over het gedrag van jou in daarin, zeg maar. Ik dacht zo wel verder uit wat ze er precies mee bedoelden. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Eén, de klacht was hun KDA was aangetast door. Ja, mensen zijn competitief. Wow, oké. En daar kijken ze mij nou op aan. En ik denk dat er groepjes, maar ik weet niet zeker. Maar dat zijn een aantal diehards, zeg maar, die erover aan het klagen waren. En die zitten nu via Buycraft en via PayPal hun geld terug te eisen van hun rank die ze hadden ervoor. Oké. Ze vinden de server niet veilig meer, zeiden ze. Okay. En een beetje te troll. Zo. Ja. Oké. Mag ik kijken? Wat ik heb gedaan tijdens die trollkit PvP is heel simpel. Ik heb game mode gekregen en een heel sterk zwaard. Ik heb één iemand doodgeslagen. En die had mij uitgedaagd voor PvP Battle, weet je wel. Dus één iemand had ik doodgeslagen terwijl ik in game mode was. En voor de rest heb ik een paar mensen gehit die niet eens dood zijn gegaan. Dus het is een beetje raar dat mensen zeggen dat er KD is aangetast. Nee, maar ik kan je de mails zo laten zien, hoor. Van mensen die gewoon zeggen van ja, je server is niet veilig. Dus misschien snapten ze niet dat het... Misschien zaten ze niet in de Teamspeak op dat moment. Maar ze zagen mensen vliegen. En ja, zeggen van we willen wel aan een server doneren. Maar dan moet het wel veilig zijn, zonder trolls en dergelijke. Dat is waar. Ik heb wel gevlogen, dat is zeker waar. Maar... Ja, maar dat hadden we ook niet overlegd natuurlijk. Dus ik wil eigenlijk even wat kijken hoe jij erover denkt. Gewoon over dit hele gebeuren. Want ja, ja. Ik weet niet, om dan nu die video's te uploaden, zeg maar. En ik word een beetje... Ik wil eigenlijk niet echt dan geassocieerd worden meer met te veel gevaar. Ik vind het heel kut, want jullie hebben al twee video's geüpload, maar...
Als er echt gezeik over komt, dan vind ik het een beetje... Ja, is het zo erg? Want ik hoor zoveel mensen positief zijn. Ik word doodgespamd op Twitter van, yo, wanneer komt die online? Ja, het zijn best wel serieuze mensen. Die ook echt al, sommigen hebben al een claim via PayPal gedaan om hun 10 of 20 euro terug te krijgen. Ja. Ik vind dat eigenlijk heel triest. Want ik heb echt... Eigenlijk helemaal niks gedaan, behalve op Teamspeak lopen kloten. Ja. Nee, maar echt... weet je wat het is? Als die mensen echt, als ze één niet leuk vinden, als in, ze lopen achteraf heel erg te zeuren over de video, dan kunnen ze ook gewoon, als ik die video upload op DDG, kunnen ze claimen van, hey, mijn stem zit erin, hij moet verwijderd worden. Ik heb een idee. Als ze echt zo erg lopen te kloten. Ja, ik weet niet, maar... Het voelt niet goed. Ja, ik snap wat je bedoelt. Die video kan ik gewoon helemaal niks mee. Je hebt de e-mailadres. Heb je ook een of andere gegevens? Want ik wil eventueel wel gewoon contact met ze opnemen. En ja, dan ja, nee, even één op één even met ze praten. Ja, van, dat moet ook echt hoor. Want ik weet niet. Ik dacht DDG en te veel gevraagd, dat kan een leuke combo zijn. Maar als het gezeik oplevert, dan is dat echt niet tof. Precies, dat bedoel ik. En dat wil ik gewoon recht zetten. Heel graag. Als je me de gegevens door zou kunnen mailen, dan probeer ik contact. Ik mail je. Ik stuur je nou op Skype even het dingetje. Want dit kan echt niet meer zo, man. Nee, ik snap het, man. Hoeveel zijn het er? Moet ik over 5, 10? Ik heb hier eentje voor je. Okay. Je bent getrold door... Oh my god. Laat het, Dion. Are you... Oké, dat was dus niet zo moeilijk om Dion te laten denken dat ik zijn video kut vond. Dat de spelers allemaal heel erg boos zijn op hem. En te veel gevraagd. Dit was een gastrol voor je eigen serie op DDG. Ik maak gastrol op DDG tegenwoordig. Doe even een like als je het goed vond dat te veel gevraagd een keer teruggetrold is. Abonneer op DDG en check natuurlijk even de video's waar ik het over had. De Thanatos video die inmiddels al wel online staat. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende video op DDG. Later!